mensen die... Nee! Yes, what up mensen, mijn naam is QC en welkom bij de allereerste fut-draft die ik ga doen. En mijn allereerste fut-draft is met niemand minder dan... Stephanie. Lekker droog. Je bent zo wit. Ja. Hoe kan dat wel? Weet ik veel, dan doe gewoon die kutlamp uit. Zo beter? Wat? Stephanie gaat fut-draft doen, zij weet totaal niet hoe het werkt. Heb je ooit fut-draft gespeeld? Nee, ik weet niet wat het is. Ze weten überhaupt niet eens wat FIFA is. Oh, ik weet wel wat FIFA is. Nou. Weet je wat, lieverd? Ik ga je gelijk uitleggen wat fut-draft is. Ik ga het gelijk laten zien. Let's go. Kijk. Nu moet jij hier moet je al een formatie uitkiezen. Waarom? Dan moet je een van de formaties moet je zeg maar mee gaan uitkiezen waarmee ik moet gaan spelen. Dus zeg maar... De opstelling. Ja. Ga je nog kiezen vandaag? Nou, hou je gewoon de bal van langs. Ja, 3-5-2. Ja, doe maar. Goddammit. 3-5-1 moet ik met 3 verdedigen. Kijk, nu, wacht even. Nu moet jij. Kijk, nu ga ik het even goed uitleggen. Jij moet een team samenstellen. Ik mag jou niet te veel tips geven, anders gaat het iets makkelijker voor je worden. Jij moet zeg maar voor mij, ik moet een team samenstellen. Maar de teams moeten goed met elkaar communiceren. Dus of ze moeten in dezelfde competitie spelen, of ze moeten van hetzelfde land afkomen. Dus je moet ongeveer 11 en reservespelers moet je allemaal gaan uitkiezen, snap je? Begin maar met een speler die, waarvan je denkt van oké, deze wil ik in het elftal hebben. En dan kijk ook goed naar de namen, hè, zo die je ziet. Die ga je, voor die ga je. Hey, Ronaldo! Oh. Het gaat toch goede kant op. Ik dacht bijna dat je William zou kiezen. Oh, Ronaldo ken je? Ja, natuurlijk Ronaldo. Nou, dat vind je hem lekker ofzo? Nee, dat is hij altijd aangesteld. Ja. Die na één schopje op zijn enkel komt. Oké. Ja, ik ben woedend. Ja. Kies maar eentje waarvan je denkt dat hij erbij past. Er zijn ook niet zo boeiende spelers, vind ik. Oké. Okay. Voor wie zou je gaan? Alle mensen. Kies eentje waar jij een goed gevoel bij hebt. Yes! Hoor je dat ik aan de wereld zei? Nee. Oh. Ik zat het om in zachtjes te fluisteren. Ja. Hoezo niet? Ja, omdat ik de naam ken. Ja, maar dit is... Dit is het broertje van... Oh. Dit is niet Pogba, Pogba. Ja, hallo, je vraagt iets aan mij. Hey, want die andere was Portugees, dan had ik hem hier kunnen zetten en dan... Ja, ik heb er helemaal geen verstand van. Oké. Okay. Ik heb ook al die namen niet. Nee. Hier, die wel. Oh, Van Persie. Ja, misschien was dat niet de slimste kom, maar oké, Van Persie, die ken je. Nou, oh. Die zit te beledigen. Oh, die gaat hier nou weer kiezen. Waarom lach je? Gewoon die kop, ja. Whisky is goed. Oké, ja, is het. Ik weet wat het is, maar wat je kijk, dit is onze chemistry, hè? Gewoon zeg maar. Dus dit zijn al. Je hebt gewoon het hele team. Heb je. 2 spelers gekozen die met elkaar verbonden zijn. 2. Vind je dat leuk? Oké, alsjeblieft, Jusen. Ja, ik vind dat heel erg.
Nee! Loris! Je had Loris van 89 in vorm! Ja, hallo, ik ken die mensen. Je kiest gewoon iedereen in de naast! Hallo, ik ken die mensen. Oké, die ga je nu kiezen. Kijk je alleen naar vlaggen? Nee, maar jij zegt ja, die met elkaar in verbinding staan. Ja. Nou, er zijn nog mensen uit hetzelfde team. Oh, ja. Nou dan. Zo, die zit bij de hand tegen mij. Ja. Zo, goddammit. Je zat op Milne! Nee, man! Je zat nog terug! Je ziet toch dat het zo'n speciale kaart is? Je weigert gewoon een speciale kaart! Ja, weet ik. Jij disrespect FIFA 17! Ja. Fuck my life! Nou, dan moet je mij ook niet meer vragen om jouw opstelling te doen. Ja, wat jij moet kijken hoe ik afga, omdat jij zeg maar zo'n... Kijk, nu mag jij nog de keuze doen zijn. Kijk, eigenlijk zou ik nu een soort van spelers kunnen wisselen, zodat ik nog een beetje een redelijk team kan samenstellen. Maar jij zou heel het team opstellen doen, ook de opstelling. Dus zeg maar, zijn er nog spelers die je wilt vervangen? Nergens een kaart. Een kaart. Waarvan je denkt, die is laag. Die maakt niet als dit. Dat is een middenvelder. Dit is een verdediger. Nou, maar ik wil voor deze. Nou, we hebben één verbinding erbij. Alleen we hebben een middenveld en een verdediging. Nou jongens, zoals je ziet, we hebben een rating van 83. Waarvan de meeste spelers gewoon lekker op de bank zitten. En we hebben een chemistry van 43. Oh, dit kan toch niet. Oh, kijk zijn team. 84 rating. Van heel zijn, zie je lieverd? Heel zijn team communiceert met elkaar. Als ik win, gaan we morgen nog trouwen. This is the line-up for the home side. David De Gea starts in goal. Kurt Zuma starts with Vincent Kompany in central defence. Andre Ayew starts with Raheem Sterling on the flanks. Alexis Sanchez starts up top with Loic Remick. Oh, ik wou wel een goal kan maken met dit team. Als ik van dit mannetje win, mag ik echt nooit meer praten. Nou, daar komt hij, Van Persie. Van Persie. Oh, Van Persie. Oh, kap maar weg, Van Persie. Oh, geef hem maar, geef hem maar. Ah. Wat wil hij nu al wisselen? Ah, we hebben wel Pogba, het broertje van. Van wie is het broertje? Pogba. Maar Pogba is het broertje van? Pogba. Is dat heet hij dan ook Pogba? Omdat het broertjes zijn, de Pogba is de achternaam. Oh. Oh jongen, jongen. Vrouwen en voetbal. Alsjeblieft, keeper. Oh. Nou, die keeper heeft wel zijn werk gedaan, lieve. Ach man. Hier liggen, bitch ass nigga. Kijk, hier liggen, bitch. Nou, daar gaan we weer. In de diepte, jongens, in de diepte. Oh, daar komt hij, daar komt hij. Ah, wat is dit voor slow? Oh, slowpoke 2.0. Mijn god. Oh, ik heb zoveel spanning in mijn lichaam, hè. Gewoon futdref. Kost veel coins of punten. Lekker hoor, ga maar door. Ga maar door. Nee, Perez. Nou, daar hebben we Promes. Die heb je ook in de kant in Nederland. Ronaldo. Ronaldo. Oh, Ronaldo. Oh, Ronaldo. Oh, man. Die had ik gewoon erin moeten pompen, hoor. Of af moeten geven. Ah. Hoe kan hij tegen zo'n team zoveel moeite hebben? Oh, Ronaldo op afstand. Ah. Oké, jongens. Eerste helft is afgelopen, zoals jullie zien. We gaan nu beginnen aan de tweede helft. En ga ik winnen, denk je? Oké, dankjewel voor je vertrouwen. Hij is wel beton, hè?
Perez. Oh, jongens, geef hem voor. Ja, oh, hij kan weer geen voorzet geven, man. Hij kan eigenlijk niks, maar hij heeft gewoon een goed team samen. Zo, maar die haalt even mijn speler in. Ja, ik kan daar toch niks mee doen. En nog harder, joh. Oh. Oké, ik heb een gevoel dat ik heel veel kan uitpakken. Oh, keepertje! Keepertje! Ja, keeper ja, die keeper doet het aardig. Oké, we moeten weer even sterk terugkomen. Hij krijgt te veel vertrouwen in zijn lichaam nu. Hij begint eindelijk te snappen dat zijn team sterker is dan mijn team. Alsjeblieft, jongen, geef ons nog één doelpunt. Leef hem maar weer op, Van Persie. Ah, hey, wat? Wat? Geen overtreding? Oh my god. Nee, ik wou hem net geven. Oh, hij staat nog. Hey, scheids. Ja, tuurlijk. Nu komt die. Ah, keeper, kom alsjeblieft. Oh, wat een schele dakduif. Nee, oh, gelukkig. Zo hard in mijn keel. Nee! Oh, kom ik daar zeggen weg, zeg. Oh, mooi hakje. Ah. Nou. Naar de verlenging met dit team. Wie had dat nou iets gedacht? Hij gaat helemaal door de war. Nee! Keeper! Oh, keepertje! Je hebt wel echt de beste keeper gekozen. Geef maar terug. Ja, door en dan gaat hij. Oh, nee. Hij wordt geblokt. Ik wil echt niet naar penalties. Ik heb zo'n hekel aan deze penalties. Lekker, wat een tackle. Oh, lekker. Geef maar door. Ja, toch. Nee, niet naar hem. Oké, doe maar. Ah, ze kunnen elkaar ook niet vinden en zo. Ik vind het echt moeilijk, dit. Van Persie, doe maar. Wow. Ja, geen buitenspel. Yes, hij zit. Oh. 1-0. Oh shit, chemistry 43. 1-0. Oh, hier komt meneer Snelheid weer, hoor. Oh mijn god, wie is dit, man? Lucas, what the fuck, man? Zij pees op... Oh, keepertje. Nog 2 minuten, nog 1 minuut, dat niet. Nee! Oh, weg met die bal! Nee, weg! Oh, we hebben gewonnen! Yes! Yes, jongens, op weg naar de volgende wedstrijd. Mijn vriendin had geen zin meer om mee te kijken. In ieder geval, we even iets anders gaan doen. Dus ik ga nu eventjes doorspelen en kijken hoe ver ik kom met dit team, zeg maar. Ik laat hem gewoon precies zoals mijn vriendin me heeft gelaten. En dan kijken hoe ver ik kom. Als ik dit ga winnen, jongens, dan ben ik toch de ergste aller tijden. Oké, jongens, wedstrijd nummer 2, let's go. Oh man, ik hoop echt wel dat jullie winnen, man. Kom op, keepertje. Ah, deze man trapt er niet in. 1-0 achter, jongens. Ja, prachtig gewacht. Pogba. Ah, 2-0. 2-0. Jongens. Oh, weer 3-0. Ah, dit heeft al geen zin meer. Dit heeft al geen zin meer. Hoe groot gaat deze pas klaar moet worden? Godverdomme. Oh, mooi, Draxler. Oh, wat een goal. Nou, jongens, 62e minuut. Ik ben best een optimistisch persoon. Laten we het gewoon proberen. In ieder geval nog een troostgoal. Dat was al een beetje te verwachten, wedstrijd verloren. Op een gegeven moment kreeg ik nog een beetje hoop, maar ja, het is niet anders. Ah, nog wel punten gehad en...
We hebben natuurlijk een paar punten gepakt. En we hebben natuurlijk ook nog eens een paar pakketjes gaan we krijgen. Omdat we toch nog één wedstrijd hebben gewonnen. Dus kijken wat we krijgen. Een gold pack, premium gold pack en een silver players pack. Nou jongens, we gaan hem uitpakken. Oké. Laten we beginnen met de zilveren. Nou, heel mooi allemaal. Allemaal optypen. Alsjeblieft een goede. Man. Ik zie al gelijk aan elkaar dat weer niks is. Komt u alsjeblieft. Gun me een goede man. Ik heb met een. Oh, wat is dit man? Waarom DS man? Ik heb een streak gespeeld van 43. Ik heb een wedstrijd gewonnen. Beloon me voor iets tenminste. Nou, in ieder geval jongens, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit een leuke fun draft vonden. Ik wil dit vaker gaan doen, maar ik wil ook meer game video's gaan maken. Meer FIFA video's ook dus. Laat ook een beetje in de comments weten wat een beetje leuke concepten zijn om FIFA video's mee te doen. Ik wil een beetje met een eigen iets komen. Ik ga ook bij FIFA challenges komen. En ik wil gewoon leuke items opnemen. Dit vind ik ook wel leuk, fun draft met mijn vriendin en zo. Dat is toch weer iets anders, iets uitdagend. Dus laat dat in de comments weten. Plus vergeet me niet te volgen op Twitch. Daar ben ik lekker vaak aan het live streamen. @QC3205. Volg me daar. En elke woensdag om 2 uur 's middags ben ik ook voor live daar te vinden. Vanaf 2 uur tot 4:30 ben ik sowieso standaard aanwezig. Plus ik ben nu ook nog eens een schema aan het maken voor andere dagen om live te gaan streamen. Dus hou alles in de gaten. Volg me gewoon op alle social media's. En doe gewoon alles. En vergeet ook niet te subscriben, man. In ieder geval bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben. En tot de volgende video, man. Er komen veel leuke dingen aan.